Ja, het is vandaag 28 augustus 2013 en ik ben in Tholen en ik ben bij de molen De Hoop. En de molen De Hoop die krijgt een grondige opknapbeurt, althans zeer zeker aan de buitenkant, want schilders Geluk uit Sint-Philipsland, die zijn al enkele weken bezig, om precies te zijn min of meer 4 weken bezig, om de molen ja, weer eruit te laten zien alsof die net gebouwd is. En misschien nog wat mooier dan toen die werd gebouwd, want de verven van tegenwoordig die hebben zeer waarschijnlijk een hogere kwaliteit dan toen. Maar de molen ziet er prachtig uit en ik heb net begrepen van de heer Geluk dat morgen of overmorgen, dan moet het helemaal kant-en-klaar zijn. En dan staat de molen in al zijn glorie weer te prijken voor de gemeenschap van Tholen, maar niet alleen van Tholen, maar ook natuurlijk van vele anderen die Tholen bezoeken of voorbij komen. Dit prachtige pronkstuk kan er weer jaren tegen en mogen we aannemen. Maar hebben jullie al meer molens geschilderd op deze manier? Nee. Wat zei je? Nee. Nee. Dus is voor jullie ook eigenlijk een nieuwe klus. Ja, ik heb er al meer gedaan. Ja. Je hebt natuurlijk tegenwoordig prachtig materiaal om overal vlakbij te kunnen. Want dat was natuurlijk met een normale ladder, is dat een onmogelijkheid. Ja, we horen net dat met een dergelijke opknapbeurt zoals deze, dat je dan mag verwachten dat zo'n molen ja, toch zeker 5 jaar zonder al te groot onderhoud aan de buitenkant aan het schilderwerk weer vooruit kan. Als je hier staat, alles ruikt naar lekkere verse verf. En het vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen om echt een molen van buiten helemaal keurig in orde te brengen. Ja, we staan nu binnen en hier wordt natuurlijk niet geverfd. Maar het is mooi om al het houtwerk te zien van deze oude molen De Hoop. Steile trappen. Hier onderlangs lopen. En we zijn hier nu op de balustrade, op de hoogte van de balustrade. Molen De Hoop Tholen te bezichtigen als de blauwe wimpel buiten hangt. Nou, dat zal hij binnenkort wel doen. Wanneer deze molen in het prachtige bruidskleed, zou je kunnen zeggen, weer voor iedereen beschikbaar komt.
is toch mooi als je zo'n molen helemaal hebt opgeknapt. En hij is dan straks klaar. En dat iedereen hem dan ja, natuurlijk met open mond staat te bewonderen. En als je niet aanwezig bent geweest hier in Tolen, dan denk je dat die molen er altijd zo uitziet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die opknapbeurt die is wel degelijk heel goed zichtbaar. Ja, deze walmolen De Hoop, gebouwd in 1736. En er staat daar type ronde stenen bovenkruier met stelling. Ja, die heeft natuurlijk al heel wat stormen meegemaakt hier in Tolen. En is altijd stevig blijven staan. En misschien wel eens wat schade opgelopen, maar is nu weer helemaal gereed voor de toekomst. En we treffen hier een grote gevelsteen aan. Onder het bestier der regerende burgemeesters, meester Maurits A. de Savonin. Meester Bodel en oud-burgemeester Cornelis van Kromstrien. Meester Willem van Noltenhuis, heer den Thesaurier Johan Plevier. Den eerste steen gelegd, den zoveelste maart, dat. Romeinse cijfers, we kunnen het zo gauw niet vertalen, maar het zal wel 1736 zijn. Ja, we zeiden voor de grap, de molen is zo mooi wit, zo helder wit, dat je bij zonlicht zou je bij wijze van spreken een zonnebril op moeten zetten om het heldere wit een klein beetje te temperen. Maar dat heldere, dat gaat er natuurlijk na verloop van tijd ook wel weer af als weersomstandigheden invloed gaan uitoefenen op de kleur. Maar op dit moment is het natuurlijk fantastisch mooi. En de molen ligt hier ook zo schitterend op de wallen van het vestingstadje Tolen. En natuurlijk hoog gelegen om veel wind te vangen, want ja, molens zonder wind, dat gaat niet. De Zeeuwse vlag hoog in top. Ja, en Tolen is een prachtig stadje op het voormalige eiland Tolen. We kijken hier nu op de grote kerk. Een dominant gebouw voor dit relatief kleine plaatsje. En dat ligt dan ook eigenlijk op loopafstand, vlak bij de molen. En ja, behoort tot de bezienswaardigheden van de plaats, van de stad, moeten we zeggen. Want Tolen is trots op het feit, natuurlijk, dat het al eeuwen een stad is. En de molen hoort daar ontegenzeggelijk, onverbrekelijk bij. Ja, van welke kant je de molen ook bekijkt, hij blijft en hij is fantastisch. En dat daar onderhoud aan moet gebeuren, ja, dat is meer dan duidelijk. En wat dat betreft is het door schildersgeluk uit Sint-Friesland.
gewaarschuwd moeten worden.